Welkom bij de 13.3 Biocast over bloed en orgaandonaties. Dit is bloed en als je bloed doneert bij de bloedbank, wordt het gescheiden in rode bloedcellen. En die kan iemand krijgen die veel bloed verloren heeft in bloedplasma, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij een behandeling tegen leukemie. En bloedplaatjes die iemand kan krijgen die hemofilie heeft. Dat bloed wordt wel gecontroleerd. En dat gebeurt aan de hand van antistoffen. Want je weet nog wel, als je antistoffen in je bloed hebt, betekent dat je een ziekte hebt. Dit is een rode bloedcel. En dit is een rode bloedcel van bloedgroep A. En dat betekent dat die antigeen A op het celmembraan heeft zitten. En je hebt antistoffen tegen de antigenen die je zelf niet hebt. Dus deze heeft antistof B in zijn bloedplasma zitten. Iemand met bloedgroep B heeft uiteraard antigeen B. En hij heeft dan in het bloedplasma antistof A zitten. Dan hebben we nog bloedgroep AB. En je raadt al, die heeft alle twee de antigenen. Dan kan die natuurlijk geen antistoffen hebben. Want anders ging die zijn eigen bloedcellen aanvallen. Dan hebben we nog bloedgroep 0, wat de meeste mensen hebben. En die heet zo omdat hij 0 antigenen heeft. Maar hij heeft wel antistoffen. En wel antistof A en antistof B. Wat gebeurt er nou wanneer iemand met bloedgroep B rode bloedcellen binnenkrijgt van bloedgroep A? Dat zie je hier gebeuren. Dan gaan de antistoffen ervoor zorgen dat het bloed gaat klonteren. En dat geklonterde bloed kan de haarvaatjes verstoppen en dat is natuurlijk gevaarlijk. Daarom moet je er altijd rekening mee houden welke bloedgroep je kan krijgen en ontvangen. En om naar te kijken welke bloedgroep iemand heeft, gebruik je antistoffen, anti-A en anti-B. En die breng je in 2 druppeltjes bloed. Dit is de bloedgroep van degene die weer je de bloedgroep wil bepalen en je hebt anti-A. Als ik anti-A doe bij bloedgroep 0, dan vindt er geen bloedklontering plaats, want bloedgroep 0 heeft immers geen antigenen op het celmembraan zitten. Anti-A bij bloedgroep A natuurlijk wel. En bij B, je raadt het al, niet. En bij AB, ja natuurlijk wel, want die heeft ook antigeen A op het celmembraan zitten. Antistof B bij bloedgroep 0 geeft geen klontering. Antistof B bij bloedgroep A ook niet, bij bloedgroep B natuurlijk wel. En ook bij bloedgroep AB heb je een klontering. En doordat deze allemaal verschillen, kun je ze gebruiken om de bloedgroep te bepalen. En dit is een donororgaan. En een donororgaan zitten vreemde antigenen op. En dat zorgt ervoor dat witte bloedcellen antistoffen gaan maken en dat vreedcellen die weefsels zullen gaan opruimen. Tenzij dat je ontstekingsremmers gebruikt. En natuurlijk wordt er wel gekeken bij donororganen naar organen die wat betreft de antigenen zoveel mogelijk lijken op die van de ontvanger. Maar dat kan niet verhinderen dat zo'n donororgaan veel korter meegaat dan een origineel onderdeel. Hier zie je dat na 10 jaar minder dan de helft van de donororganen nog in leven is. En dat betekent dat er een groot tekort is aan donororganen, want niet iedereen is orgaandonor. En ook een hele hoop organen worden afgekeurd. En ook vinden nabestaanden het vaak niet goed. En zoals ik net al vertelde, ze gaan niet zo heel lang mee, die organen. Dus daarom is er een groot tekort aan donororganen. Dat zou op te lossen zijn door onderdelen van varkens te gebruiken. Dus organen die van varkens gekweekt zijn, die worden gebruikt bij mensen. Xenotransplantatie heet dat. Maar omdat het een gevaar brengt van ziektes die van dieren of mensen overgaan, gebeurt dat op het moment niet. Wel wordt er onderzoek gedaan met stamcellen. Stamcellen zijn cellen die nog van alles kunnen worden en die heb je op verschillende plaatsen in je lichaam zitten.
Alleen de stamcellen die jij in je lichaam hebt, moeten eerst nog geactiveerd worden. Anders is het met stamcellen van embryo's. En dat zijn dan embryo's die niet geplaatst worden bij een IVF en die overblijven. Die zijn wel geactiveerd, alleen hebben die weer vreemde antigenen op hun celmembranen zitten, dus kunnen die afgestoten worden. En daar wordt op het moment heel veel onderzoek naar gedaan, naar die stamcellen. Hier heb je een aantal van die stamcellen zitten. Die worden via een injectienaald in het bloed gebracht en komen dan terecht op alle plaatsen in het lichaam via bloed- en weefselvloeistof. En ook hier bijvoorbeeld bij een hart waar schade is opgetreden. En zo'n stamcel merkt waar die is en gaat dan zich delen om te zorgen dat de hartcellen vervangen worden. En met de stamceltherapie zijn we aan het einde gekomen van de 13.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.